Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt dikke bewolking boven Nederland en uit die bewolking valt ook flink wat regen. En die regen zal de komende uren eigenlijk alleen maar activeren. Het droogst is het op dit moment in het noorden van het land en ook in het uh, zuidwesten komt niet zo heel veel neerslag voor. De neerslag komt vanuit het oosten en bereikt in de loop van de dag dus het hele land. Heel misschien een klein beetje zon in het zuidwesten later vandaag. Maar stel er alsjeblieft niet te veel van voor. Het wordt daar nog wel 20 graden, in de rest van het land 17 tot 19 graden. Ook vanavond blijft het regenen en dan waait het vooral flink op de Wadden. Misschien dat het in het zuiden langzaam wat droger wordt en een enkele opklaring is daar mogelijk. Morgen, juist in het noorden, de opklaringen. Daar wordt het ook het warmst. 19 of 20 graden is makkelijk haalbaar. Als er nog een bui valt, kan het wel onweren. De meeste regen valt morgen in het zuiden van het land. En daar ook de laagste temperaturen. Zeker in Limburg, daar wordt het maar 15 graden. Donderdag komt het kwik al boven de 20 graden uit. Vallen er nog wel buien. En die temperatuurstijging zet de dagen daarna door. Maar het blijft licht wisselvallig. Regen of onweersbui is steeds mogelijk. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl